Nou, afgelopen maandag hebben de Verenigde Naties een rapport gepubliceerd over de milieuschade door het toedoen van de mens. Nou, de onderzoekers die beschrijven onder andere een planeet die gebukt gaat onder overconsumptie en vervuiling. En die bijna 1 miljoen soorten dreigt te verliezen van de 8 miljoen soorten in totaal ongeveer. De schrijvers van het rapport die stellen dat het verdwijnen van de soort ook weerslag zal hebben op de mens zelf. En nou ja, verder worden er ontwikkelingen beschreven als de uitstoot van broeigassen, die is verdubbeld ten opzichte van 1980. Mensen dumpen elk jaar tot 400 miljoen ton afval in oceanen en rivieren. Sinds 1990 zijn de bossen met zo'n 6% gekrompen. En ja, zo kunnen we nog wel even doorgaan. Ja, je wordt eigenlijk iedere week, of misschien wel iedere dag, hoor je wel dit soort berichten. En al deze ontwikkelingen die staan niet op zichzelf, maar die zijn met elkaar verbonden. En die worden ook voor een groot deel veroorzaakt door het al maar uitdijende kapitalisme. Ik ga het hebben over de ecologie van Marx. En ja, wie denkt dat Marx alleen maar had over gouden fabrieken in de 19e eeuw, die heeft het mis. Het werk van Marx bevat een krachtige ecologische kritiek op het kapitalisme. En deze kritiek is in de loop van de 20e eeuw iets wat in de vergetelheid geraakt. En ja, daar zal ik het over hebben. Rond de eeuwwisseling gingen ecosocialisten zoals John Bellamy Foster en Paul Burkett, die gingen opnieuw Marx bestuderen om tot nieuwe inzichten te komen. En dat is onder andere dit boek. En John Bellamy Foster die toonde aan dat Marx, beïnvloed door het materialisme van de klassieke filosoof Epicurus, een materialistische conceptie had niet alleen van de menselijke geschiedenis, zoals voorheen werd gedacht, maar ook van de natuur, waarbij die op een dialectische manier met elkaar verbonden waren. Ik zal in deze inleiding eerst kort ingaan op de vraag waarom de ecologie van Marx in de vergetelheid is geraakt. Daarna zal ik de theorie kort uiteenzetten en dan ook in samenhang bespreken met de concrete ontwikkelingen in de 19e eeuw. En tot slot ga ik in op 3 stadia van ecologische ontkenning. Die worden genoemd door John Bellamy Foster. Mijn inleiding is met name gebaseerd op John Bellamy Foster en ook op Paul Burkett. Dus dit boek is van hun samen, Marx and the Earth. En nou ja, dit is allemaal vrij theoretisch, dus er zullen ongetwijfeld wel wat onduidelijkheden zijn. En ik hoop dat ik ze kan beantwoorden, of anders iemand anders. Maar voordat we gaan beginnen, ga ik eerst heel kort nog even noemen van wat is dialectiek ook alweer. Omdat het altijd goed is om even weer op te frissen, of misschien dat sommige mensen überhaupt niet een heel goed beeld daarbij hebben. Marx die ging uit van de dialectische methode van Hegel. En daarin is niets is statisch, maar alles bestaat uit een ononderbroken proces van woorden en vergaan. These, antithese, synthese. En er was sprake van een logisch en noodzakelijk gevolg in het verloop van de geschiedenis. En die zou eindigen in een eindtijd waarbij er een soort harmonie zou bestaan. En er een einde zou zijn gekomen aan de tegenstellingen. En bij Hegel waren die tegenstellingen de strijd van ideeën. En daarom wordt het ook wel idealisme genoemd, die vorm van dialectiek. Nou, Marx die nam die dialectiek nam die over, maar hij wees dat idealisme af. En hij stelde daarvoor in de plaats een materialisme. Dus niet het bewustzijn bepaalt het leven, maar het leven bepaalt het bewustzijn. Volgens Marx is materie is het echte werkelijke waar we naar moeten kijken. En ideeën, theorieën zijn daar als het ware uit afgeleid. Dus als je dus de drijvende kracht achter maatschappelijke ontwikkelingen wil vinden, dan moet je niet als Hegel uitgaan van ideeën. Maar dan moet je op zoek gaan naar de materialistische basis in het maatschappelijk leven. Nou, en bij Marx was de kracht die dat materialisme voortstuurde, was klassenstrijd.
Nou, je noemt dit, deze visie noem je kort, kort samengevat, is dat het historisch materialisme. En wat nou in mijn praatje naar voren komt, is dus dat het behalve dat historisch materialisme, waar dus vooral werd gekeken naar de ontwikkelingen in de mensenmaatschappij, dat er daarnaast nog een natuurlijk materialisme bestond. En dat die twee dus in een dialectische samenhang, dus in een soort wisselwerking met elkaar bestonden. Oké, okay, nou dat over dialectiek. Maar de vraag is wel gerechtvaardigd van als die kritiek van Marx op die ecologische kritiek, als die nu zo sterk was, waarom is die dan in de loop van de tijd vergeten? Nou, daar geeft John Bellamy Foster eigenlijk twee redenen voor. En de eerste die ontleent hij aan Rosa Luxemburg. Rosa Luxemburg stelde namelijk dat het werk van Marx eigenlijk zo rijk en zo veelomvattend was, dat veel aspecten van zijn werk die niet samenhingen met de behoeften die op dat moment de arbeidersbeweging had, dat die als het ware naar de achtergrond verdwenen. Om dan op een later moment, op een moment dat de historische ontwikkelingen daarom vroegen, dus in ons geval natuurlijk bijvoorbeeld, nou denk aan de opwarming van de aarde, nou, dat dan dus bepaalde ideeën van Marx dus weer terug naar voren komen. Dus als een soort van snoepdoos waar je iedere keer weer nieuwe dingen uit kunt pakken. Nou, dat is dus één kant. Aan de andere kant werden volgens John Bellamy Foster Marx' ecologische ideeën het slachtoffer van een splitsing tussen het westerse marxisme en het Sovjet-marxisme. En die vond plaats in de jaren 30 van de 20e eeuw. In de Sovjet-Unie bleef de dialectische traditie bestaan, waarbij natuur en menselijke geschiedenis met elkaar werden verbonden. Maar onder invloed van de repressie van Stalin werd dat een niet een open dialectiek, maar een dogmatische, deterministische dialectiek. En eentje waarbij een overdreven nadruk werd gelegd op een technologisch optimisme. Nou, in tegenstelling, in het Westen, daar werd een filosofische traditie ontwikkeld waarin geen plaats meer was voor ecologie en natuurwetenschap. De invloedrijke stelling van de Hongaarse marxist Lukács. Lukács die zei dat dialectiek alleen kon worden toegepast op de mensenmaatschappij, op de menselijke geschiedenis en niet op de natuur. En dat hij kwam daarmee omdat hij uiteindelijk angst had voor een determinisme, dus een soort van positivisme als het ware. deze visie van Lukács die heeft veel invloed gehad op onder andere de Frankfurter Schule en die bepaalde lange tijd de tendens. Waarin tussen de jaren 50 en 70 waren er wel een aantal denkers die teruggingen naar de ecologische concepten van Marx, waaronder Kapp. Maar deze ontwikkeling werd overschaduwd door de opkomst van wat John Bellamy Foster de eerste fase van het ecosocialisme noemt. En dat is, dat wordt gekenmerkt door een ad hoc samenstelling van green theory in combinatie met het marxisme. En daarbij werd dan meestal het marxisme gebruikt om de economie te verklaren. En dan werd green theory, en dat was eigenlijk een samenstelsel van allerlei verschillende ideeën, soms ook bijvoorbeeld Malthusiaanse ideeën over overbevolking, die werden dan allemaal gecombineerd met elkaar. Nou, dat leverde eigenlijk een beetje een hapsnap benadering op. En het was dan ook logisch dat er een tweede generatie ecosocialisten, waaronder dus die John Bellamy Foster en Paul Burkett, dat die echt op zoek gingen naar het werk van Marx zelf. En daar gingen zij ingraven om een allesomvattende ecologische visie te formuleren. Nou, en dat is dus uiteindelijk in deze boeken bijvoorbeeld gedaan. Maar wat houdt die ecologische visie van Marx dan eigenlijk in? In de ecologische visie van Marx staat het concept metabolisme of stofwisseling staat daarin centraal. En met metabolisme bedoelt Marx dat natuurlijke systemen, zoals de cyclus van de voedingsstoffen. Kom binnen.
Dus in die ecologische visie van Marx staat dus metabolisme centraal. En daar dus... En daarmee bedoelt hij dus dat natuurlijke systemen, zoals de cyclus van de voedingsstoffen, dat die bestaan uit een specifieke stofwisseling, die soms onafhankelijk en soms afhankelijk van de mens opereert. En dat door die stofwisseling het voortbestaan van het natuurlijke systeem wordt gewaarborgd. En dan moet je een beetje denken aan een soort circle of life-achtig idee van de leeuwenkoning, om het even simpel uit te leggen. En Marx onderscheidt eigenlijk twee vormen van metabolisme of stofwisseling. En die staan echt aan de kern van zijn ecologische analyse. Aan de ene kant heeft hij het over universeel metabolisme. Dat is de natuur die voorafgaat aan menselijke samenleving en opereert met een relatieve autonomie, in relatieve autonomie van de mens. Maar wel wordt beïnvloed door de mens. En het universeel metabolisme wordt ook wel eens de eerste natuur genoemd. Marx benadrukt hoe mensen afhankelijk waren van de natuur en hun geschiedenis maakten in relatie met de natuur. Zo stelt hij in zijn Parijse manuscript uit 1844. De mens leeft van de natuur, betekent, de mens is zijn lichaam, waarmee hij in voortdurende wisselwerking moet blijven om niet te sterven. Dat het fysieke en geestelijke leven van de mens in wisselwerking met de natuur staat, betekent niet anders dan dat de natuur in wisselwerking met zichzelf staat. Want de mens is een deel van de natuur. Nou, volgens Marx vindt de wisselwerking tussen de mens en de natuur, dus die universele stofwisseling, die vindt plaats via sociale stofwisseling. Of sociaal metabolisme. En dit sociaal metabolisme wordt ook wel de tweede natuur genoemd. En die wordt bepaald door het arbeidsproces. Sociaal metabolisme is dus de natuur zoals deze door de arbeid wordt getransformeerd. Hoe de precieze invulling van het sociale metabolisme eruit ziet, hangt af van de maatschappijvorm en de rol die arbeid daarin speelt. Nou, om dus te weten hoe het sociale metabolisme eruit ziet bij het kapitalisme, moeten we dus kijken naar de rol die arbeid speelt in het kapitalisme. En op dit punt sluit Marx denken over ecologie nauw aan bij zijn theorie over vervreemding. Het arbeidsproces van het kapitalisme wordt gekenmerkt door vervreemding. Vervreemding aan de ene kant van de arbeider met hetgeen hij produceert. Denk maar aan iemand die in de fabriek de hele tijd hetzelfde boutje in zit te draaien. Die heeft niet meer een duidelijk beeld bij wat hij produceert. En vervreemding van de arbeider met zichzelf. En uiteindelijk ook vervreemding van de arbeider met de natuur. De vervreemding die optreedt door de ontwikkeling van het kapitalisme zorgt ervoor dat er een vervreemde bemiddeling plaatsvindt in het sociale metabolisme. En deze wordt gereproduceerd in de wisselwerking tussen mens en natuur. Of anders gezegd, een samenleving die gebaseerd is op vervreemdende arbeid zal ook vervreemd raken met de natuur. In zijn geheel. Dit vindt zijn uitdrukking in Marx' concept van de metabolische kloof, of de, in het Engels de metabolic rift. Hiermee bedoelt Marx dat sociaal metabolisme steeds verder verwijderd is van het universele metabolisme. Dus de tweede natuur steeds verder verwijderd raakt van het eerste natuur. En dat heeft als gevolg dat er metabolische kloven ontstaan in natuurlijke cycli en processen. Dit was het gevolg van de ontwikkeling van het kapitalisme, zoals Marx stelt in zijn boek Grundrisse uit 1857-1858. Ik citeer even in het Engels. It is not the unity of living and active humanity with the natural inorganic conditions of their metabolic exchange with nature, and hence their appropriation of nature, which requires explanation, or is the result of a historical process, but rather the separation of nature, which requires explanation, or is the result. Oh, sorry, but rather the separation between these inorganic conditions of human existence and this active existence, a separation which is completely posited only in the relation of wage, labor and capital. Dus even kort samengevat. Wat dus eigenlijk geen verklaring behoeft is het feit dat er een eenheid is tussen mens en natuur, maar juist de kloof tussen mens en natuur, dient eigenlijk verklaring. En die kloof wordt veroorzaakt door loonarbeid en kapitaal. Nou, ik zal dit proberen, want dit is allemaal heel abstract.
Ik zal het proberen om dit iets duidelijker uit te leggen door in te gaan op de ontwikkeling van het kapitalisme in de 19e eeuw, dus de context waarin Marx zijn ideeën ontwikkelde. Het kapitalisme is een systeem dat bestaat bij voortdurende accumulatie van waren. Dat is de motor van het hele economische systeem. De onverzadigde honger om uit te breiden en te accumuleren wordt versterkt door competitie en concentratie en centralisatie van kapitaal. Deze groei vereist natuurlijke grondstoffen en legt een steeds grotere vraag op de natuur. De groeiende schaal waarop de productie plaatsvindt zorgt voor ecologische uitputting en vervuiling en ondermijnt de regeneratie van ecosystemen. De sociale stofwisseling van het kapitalisme is steeds verder verwijderd van de natuurlijke stofwisseling, waardoor metabolische breuken ontstaan in natuurlijke cycli en natuurlijke processen. Marx heeft zijn analyse van een metabolische breuk of metabolische kloof ontwikkeld in de context van de 19e eeuw, toen er sprake was van een crisis in de vruchtbaarheid van de landbouwgrond. De bodem heeft bepaalde stoffen nodig, zoals nitrogeen, fosfor en nog wat zaken, om gewassen te blijven produceren, omdat deze gewassen hebben dit nodig voor de groei. In Engeland was echter een kloof ontstaan tussen stad en platteland. Het was het gevolg van de enclosure-beweging, waarbij gemeenschappelijke woeste gronden werden in bezit werden genomen door grootgrondbezitters. Ze werden eigenlijk privébezit. En dit zorgde ervoor dat heel veel boeren die er voorheen gebruik maakten van deze woeste gronden, dat die niet meer konden rondkomen en daardoor verplicht waren om naar de stad te trekken. Dit zorgde voor een kloof tussen stad en platteland. En op deze manier werden de voedingsstoffen die werden niet teruggebracht naar het platteland, omdat de voedsel en de vezels moesten naar de stad worden getransporteerd, terwijl de mest, die voorheen dus terugkwam op het platteland, die bleef nu in de steden over als gewoon als afval, als eigenlijk als vervuiling. Dit zorgde volgens Marx voor een verstoring van de metabolische interactie tussen mens en aarde. Als gevolg hiervan ontstond er dus een metabolische kloof in de voedingsmiddelencyclus. Paul Burkett die onderscheidt twee vormen van ecologische crisis. En dit voorbeeld, wat ik net noemde, is eigenlijk een eerste vorm. Hierbij neemt ecologische crisis de vorm aan van economische crisis. Er is schaarste in grondstoffen. Dat zorgt voor een stijging van de kosten en een verkleining van de winstmarges. En dat zorgt er dus eigenlijk voor dat het kapitalistische systeem met een reactie moet komen. Dus het kapitalisme zoekt eigenlijk een oplossing voor de uitputting van de grond in verschillende technologische oplossingen. En dat werd in de 19e eeuw gedaan door grootschalige import van botten en guano. Guano is een soort van vogelpoep, wat dan in de loop van eeuwen wordt dat verzameld. En dan wordt het eigenlijk een soort van, ja, een beetje vergelijkbaar met turf of zoiets dergelijks. En daar werd een enorme jacht op gemaakt. En uiteindelijk ook de ontwikkeling van kunstmest was ook zo'n technologische oplossing. In de 19e eeuw werden enorme hoeveelheden guano, met name uit Peru en Chili, getransporteerd naar Engeland. Dit had als gevolg dat bijna 100.000 Chinezen vaak onvrijwillig werden ingezet om te werken aan het opgraven van lagen van die guano. Dat gebeurde in verschrikkelijke omstandigheden, waarbij die mensen eigenlijk in een ergere conditie leefden dan slaven. Dus heel veel stof inademden, hele korte levensverwachtingen hadden. Er brak ook een imperialistische strijd uit om de guano. Waarbij bijvoorbeeld in de Verenigde Staten een wet werd aangenomen, de Guano Island Act uit 1856. Waarin alle eilanden die rijk waren aan die guano werden eigenlijk geannexeerd. Je ziet dus bij deze ecologische imperialisme, zie je eigenlijk dus uitbuiting van Chinese arbeiders, plundering van natuurlijke grondstoffen in Peru en Chili, en verstoring van de vogelwereld,
die ook een gevolg was van die jacht op Guano of Bueno, die waren direct met elkaar verbonden. Nou, een andere. En dus Justus van Liebig, dat was een Duitse scheikundige, die heel veel invloed had op Marx' denken over ecologie. En die stelde in een soortgelijk voorbeeld, stelde die dat het Britse imperium er een beleid van maakte om andere landen te beroven van hun natuurlijke grondstoffen. En dat citeer ik in het Engels. Great Britain deprives all countries of the conditions of their fertility. It has raked up the battlefields of Leipzig, Waterloo en de Crimea. Daar werden botten vandaan gehaald uit, de slagvelden van Waterloo en Leipzig en Crimea. It has consumed the bones of men, generations accumulated in the catacombs of Sicily. And now annually destroys the food of future generations of 3.5 million of people. Like a vampire, it hangs on the breast of Europe and even on the world, sucking its lifeblood without any real necessity or permanent gain for itself. Dus eigenlijk wordt dat ecologische imperialisme wordt eigenlijk vergeleken dus met een vampier. En die Justus van Liebig die heeft met dit voorwoord, dit was een voorwoord van zijn boek. Justus van Liebig was een chemicus en die heeft daarmee heel veel invloed gehad op Marx. Nou, en wat de metabolische analyse van Marx ons laat zien, is dat het kapitalisme in plaats van die metabolische kloof te dichten, op zoek gaat, bijvoorbeeld om te kijken naar duurzame behoeften of naar een herstellen van die kloof, dat het in plaats daarvan die kloof probeert te dichten door technologische ontwikkelingen en technologische oplossingen, bijvoorbeeld het gebruik van die guano enzovoort. Dit komt omdat het kapitalistische systeem wordt voortgedreven door accumulatie. En de natuur heeft er eigenlijk geen plaats in dat systeem. In de waardeleer van Marx wordt er een onderscheid gemaakt tussen aan de ene kant gebruikerswaarde en aan de andere kant ruilwaarde. De ruilwaarde is uiteindelijk gebaseerd op uitbuiting van de arbeider. Maar de natuur heeft geen ruilwaarde. En wordt dus in het kapitalistische systeem gezien als een gratis product voor het kapitaal om te gebruiken, om daarmee meerwaarde te creëren. Dit zorgt voor de paradox dat aan de ene kant privérijkdom wordt geaccumuleerd, dus ruilwaarde, maar dat dit wel leidt tot de vernietiging van publieke rijkdom, dus van gebruikswaarde, dus in dit geval natuur. En zo zien we in het voorbeeld dat de technologische oplossingen voor de metabolische kloof in de voedselvoorziening, dat die tijdelijk leidt tot een oplossing, maar door de nadruk die wordt gelegd op vergroting van economische groei, dat het uiteindelijk dat die problemen slechts worden uitgesteld of worden verplaatst. Dus naar andere, in dit geval bijvoorbeeld naar Peru en Chili. En daar zorgt het voor nieuwe ecologische problemen. Nou ja, tegenwoordig zien we nog steeds de gevolgen van bijvoorbeeld kunstmest, een van die technologische oplossingen. Bijvoorbeeld in de vervuiling van kustwateren. En dat heeft ervoor gezorgd dat er heel veel zogenaamde dead zones zijn, waarin eigenlijk heel weinig groeit enzovoort. We kunnen in deze ecologische crisis kunnen we in tweede vorm onderscheiden van Paul Burkett, een tweede crisis van Paul, die wordt genoemd door Paul Burkett, onderscheiden. Namelijk een crisis die niet wordt opgemerkt door het kapitalistische systeem. Dus die eerste crisis zagen we net, dat was een crisis in de economie. En dat werd dus wel opgemerkt door het systeem en daar werden die technologische ontwikkelingen voor ingebracht. Maar in dit geval gaat het om ontwikkelingen die dus niet worden opgemerkt door het kapitalistische systeem. Doordat de natuur als een gift wordt beschouwd, wordt er geen rekening gehouden met ontwikkelingen als de vernietiging van hele ecosystemen en het uitsterven van diersoorten, zolang de accumulatie van kapitaal niet in de weg staan. Ze worden gezien als externe zaken. Er is dus binnen het economische systeem geen feedbackmechanisme die de vernietiging van het leefmilieu op grote schaal voorkomt.
En dat brengt ons eigenlijk bij deze tijd, waarin de metabolische kloven zo ver zijn gegroeid dat zelfs het voortbestaan van de hele mensheid, zelfs het voortbestaan van de mensheid zelf eigenlijk wordt bedreigd. De groeiende kloof tussen de samenleving en de natuur, veroorzaakt door kapitalistische productiewijze en de ecologische vernietiging die daarbij komt kijken, wijst volgens Marx naar de noodzaak voor een revolutionaire breuk met het kapitalisme. Alleen een samenleving die gebaseerd zou zijn op gelijkheid en de rationele omgang van de mens met de natuur door middel van ecologische duurzaamheid zou in staat zijn om de metabolische kloof te dichten. In Kapitaal deel 3 stelt Marx zelfs een hele samenleving, een natie, ja alle contemporaine samenlevingen zijn geen eigenaars van de wereld. Ze zijn alleen bezitters, vruchtgebruikers en hebben ze als goede familievaders aan de volgende generaties beter achter te laten. En volgens Marx moest je dus het socialisme zien, dus als een bevrijding niet alleen van de arbeider, maar ook van de natuur. En bijvoorbeeld door middel van een rationele, planmatige manier van omgaan met de natuur. Nou, dat is kort samengevat de ecologische visie van Marx. En wat is nou eigenlijk de kracht van die analyse? Nou, die ligt voor een belangrijk deel in twee punten. Aan de ene kant heeft het concept van het sociale metabolisme heeft heel veel invloed gehad op latere ecologische concepten, zoals die van het ecosysteem. Dat werd ontwikkeld in 1935 door Arthur Tansley, een Britse botanicus. En daarnaast heeft Marx' analyse veel invloed gehad op de Earth System Science, oftewel wordt ook wel ISS genoemd. Dit is een holistische wetenschappelijke benadering waarbij ecologische processen op aarde in samenhang met elkaar en met menselijke invloed wordt benaderd. Nou, de belangrijkste kracht van de ecologische visie van Marx ligt er echter in de methode, dat het een methode biedt voor het bestuderen van de uitwisseling tussen maatschappij en de natuur. Waarbij het aan de ene kant het ecosysteem en de specifieke ecologische voorwaarden meeneemt in de beschouwing. En aan de andere kant kijkt naar specifieke sociale interactie tussen mens en natuur, zoals deze wordt vormgegeven door het kapitalistische systeem. Op deze manier kunnen milieuproblemen tegelijkertijd op een historische en ecologische manier worden onderzocht door een metabolische analyse. Zoals Marx stelde in de Duitse ideologie, was er maar één wetenschap, de geschiedwetenschap. Deze kon echter verdeeld worden in de geschiedenis van de mens en de geschiedenis van de natuur. Op deze manier bevatte Marx historisch materialisme ook een ecologisch materialisme, die in het dialectisch proces verbonden waren met elkaar. Met deze materialistische dialectiek worden de valkuilen vermeden van een deterministische natuurwetenschap en van een absoluut idealisme. Mensen veranderen de natuur door middel van hun productie, maar kunnen dit niet doen precies zoals ze zelf willen, maar ze hebben te maken met de voorwaarden die geschapen zijn door het verleden van natuurlijke en sociale geschiedenis. En daarvan blijven zij afhankelijk. Een verschil tussen onze tijd en tussen eerdere eeuwen is dat de vernietigende kracht van het kapitalisme eigenlijk onder invloed van de technologie alleen maar is toegenomen. En waar ontwikkelingen zoals verwoestijning zich in het verleden vaak over de periode van een aantal eeuwen plaatsvonden, Zo wordt dat nu vaak in één of twee generaties worden hele ecologische systemen aangetast. Er vindt dus als het ware een accumulatie van catastrofes plaats. Veel mensen zijn nog in een staat van ontkenning. En de dominante kijk van ecologie kan volgens John Bellamy Foster worden samengevat als drie stadia van ontkenning. Het eerste stadium van ontkenning is een volledige ontkenning van de klimatologische ecologische crisis of van de menselijke oorzaak hiervan. Nou ja, dat zie je bijvoorbeeld terug bij als je kijkt naar Donald Trump of Thierry Baudet.
Maar ook naar grote bedrijven die belangen hebben bij de status quo. Het tweede stadium van ontkenning is aan de ene kant een erkennen dat er een probleem is, maar aan de andere kant ontkennen van het feit dat de oorzaak hiervan ligt in het kapitalisme. In deze categorie valt bijvoorbeeld de formule waarin zowel problemen als oplossingen afhangen van drie factoren. Bevolkingsgroei, consumptie en technologie. Noemen ze ook wel de IPAD. Namelijk environmental impact is population keer consumption keer technology. Door het kapitalistische systeem niet aan te pakken, dient dit stadium als een versterking van de status quo. Het derde stadium van ontkenning is in laatste verdediging van de status quo. En dit is volgens Foster de meest gevaarlijke van allemaal. Dit stadium erkent weliswaar dat er sprake is van klimaatverandering en erkent zelfs dat dit het gevolg is van het kapitalisme, maar stelt dat we met een nieuw soort kapitalisme, een soort groen kapitalisme, dat we daarmee eigenlijk een oplossing hebben. Dit nieuwe kapitalisme zou zogenaamd bereikt kunnen worden door middel van technologische ontwikkelingen of door middel van marktgerichte oplossingen. De gedachte is dat privéaccumulatie efficiënt is en dat door de uitbreiding van de markt naar nieuwe terreinen, zoals bijvoorbeeld de handel in emissierechten, dat milieuproblemen kan oplossen. Nou, zoals we gezien hebben in het voorbeeld van Marx uit de 19e eeuw, ligt de focus daarbij op de voortzetting van de economische groei. En er wordt er geen rekening gehouden met bredere effecten. En worden milieueffecten op zijn best uitgesteld, maar vaak verschoven of op de lange termijn verergerd. Nou, als we dus Marx' visie bekijken, dan is revolutie noodzakelijk. We gaan de metabolische kloven niet dichten door technologische ontwikkeling, het tegengaan van overbevolking, marktoplossingen of door veranderingen in individueel consumptiegedrag. In plaats daarvan is strijd nodig. Voor een socialisme waarin aan de ene kant vervreemding van de mens met zowel de arbeid wordt opgelost, maar ook met de natuur.